Geubels doet mij. Jullie kennen hem zeer goed. Ja, de Geub... Ik ken hem wel redelijk goed, maar in zijn hoofd zit echt niks. Maar echt helemaal niks. Dat is dood. Zelfs zijn haarwortels kunnen daar niet groeien. Maar het is niet omdat er iets dood is dat er geen haar op kan groeien, want anders had jij niet zo'n snor gehad. Nee, maar heb je je voorbereid, Filip? Ja, zeker. Ja? Je gelooft daar toch niks van als ik zeg? Ja, ik heb heel de zomer naar Switch gekeken. Ah. Ja. Ja. Allee, gewoon om al gewoon te worden aan de slechte presentatie. Ik maak haar kapot. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het is nu al het beeld van het jaar. Tussen de twee dames te zien zitten. Ik voel me eigenlijk een veel te klein stukje hisp tussen een veel te grote sandwich. Ik hoop dat we er nog een smosje van kunnen maken. Anne, Filip en Natalia, ik wens jullie veel succes. En jury, wat verwachten jullie ervan vanavond? Ja, ik denk dat we toch mogen zeggen dat er toch één iemand hier vanavond al zeker in de finale week gaat zitten. Namelijk die cameravrouw daar. Ja, het is een speciale avond. Hè. Nu, Filip, allez, ik moet eerlijk bekennen, ik vind het prettiger als Filip naast mij zit. Ja? Want dan moet ik er niet de hele tijd op kijken. Als je zo'n moppen gaat blijven maken, ga jij ook niet in de finale weer. Nee. Waarover maak jij veel ruzie? Of, Nee, wij maken eigenlijk heel weinig ruzie. Ah, dat is goed. Ja. Ik zeg, het geheim van een goed huwelijk is communiceren, Erik. Ja? Zo weinig mogelijk. Nee, ik zie dat heel graag, zo'n schapenfilmpjes. Ik heb er thuis nog heel veel op CD-RAM. En dan zelf gaar lachen. Hij dacht, ik wil die mop gewoon vertellen. Blaat het niet, dan schaadt het niet. Ja. Ik vond het goed als ik de Sfinx zag zitten. Ik dacht dat Natalia al bevallen was. Maar is het nou juist of niet eigenlijk? Nee, het was... nee, want het kan ik had het toch gezegd eigenlijk. Ja, nee, ja, maar je geeft twee antwoorden, je mocht maar één geven. Hè. Er zal ook wel een klein protje bij geven. Nee. Denk je dat het monster bestaat, Filip? Of je hebt daar geen idee over? Ik denk dat we aan moeten voortdoen, want ik heb aan de mensen van Trust thuis beloofd dat ik je op tijd ging terug. Het lichaam wordt bewaard op min 196 graden Celsius in de Amerikaanse staat Michigan. Zou jij je laten invriezen, Natalia? Daar moet ik nog eens over nadenken, want het is allemaal heel nieuw nu, hè? Ja. Dat is laten bezinken. Filip, invriezen? Nee. Nee, ik denk dat ik mij zou laten opzetten. En dan laat ik in mijn testament zetten dat mijn vrouw mij verplicht in de slaapkamer moet zitten. Maar jij u laten pekelen, hè? Angela Merkel. Speciale figuur toch, hè? Angela Merkel? Ja. Ja. Het schijnt dat hij heel veel rookt en als hij dan gaat roken, dan zeggen die weer paffendas. En als die gaat slapen, zegt hij weer maffendas. En als hij zo wat sloot met een gast, dan is dat weer schwaffelendas. En als ze eens gaan kijken, zegt ze weer chassendas. En als ze naar de zoo gaat, zeggen ze weer giraffendas. Oh, wij kunnen nog heel lang bezig zijn. Maar ik heb me focussen op die vaste titel. Ja. Maar dat toon ik ook veel. Katja Schuurman, die binnenkort hier deelneemt. Als kandidaat. Katja Schuur. Meen je dat? Ja. En ik moet hier komen zitten als de Geub hier zit. Zeg jij niet dat? Ja, maar jij sowieso. Dat vind ik oké, hè? Nee. Voor één Natalia mogen ze twee Katja's sturen, zo. Oh, dat vind ik wel... Ja, mooi. Ja. Upsa. Nee. Waarom word je seksuologe? Eigenlijk een beetje door mijn ouders. Die hebben het voorgesteld. Ja. Je ouders zijn ook seksuologen? Nee, helemaal niet zelfs. Wat doen je ouders dan? Mijn papa werkt bij de belastingen. En mijn mama is kleuterjuffrouw. Ja. Allee, dus er weer niet veel gepoept. Ze weten natuurlijk dat jij komt, dus er zijn zelfs mensen die vragen hebben ingestuurd. Bijvoorbeeld deze vraag. Wat moet ik doen? Ik kom binnenkort op televisie en ik ben bang om een erectie te krijgen, omdat ik naast Natalia zit. Ja, maar kan je de vraag beantwoorden? Ik zou wel niet zo blijven zitten in ieder geval. Oei. Ja, dat is het probleem dat jij niet meer hebt, Erik. Teambuilding, hè, van teambuilding. Ja, stom van mij. Ja, team is een minder voorkomende voornaam. Hè. Team van Dessel uit Lier, een bouwbedrijf, gratis reclame. Ik was aan het denken dat jij zo dokter zou worden, zweer ik. Of dingen, begrafenisaannemer, Erik Van Dooy. Hey. Ja, is dat niet lastig? Want nu zit je daar. Dat is moeilijker om mij te beledigen toch, dan dat je daar zit. Nee, eigenlijk niet. Ben jij getrouwd, Lotte? Nee, nog niet. Oh, bijna wel. Heb je een vriend? Ja, ja, ja. Maar hij vraagt het niet, of... Nee. Ja, maar... ja. Dat is duidelijk. Ik heb dit jaar 2 trouwen gehad. Ik heb 2 keer de bouquet gevangen. Ja? Oh, serieus? En nog wilt hem het niet vragen. En wat doet hij van job? Oeh, dat is... Ik weet dat zelf nooit goed. Draaien en frezen. Oh, ja. In de metaalindustrie. Ja. Ja. En hij doet draaien, denk ik. Nee, hij doet frezen. Oké, ja, zie, ik weet het echt niet. En dan verschiet jij ervan dat je niet mee uit wilt. Gewoon misschien eens wat interesse. En dan moesten we zo'n limo... Ja? 1 keer erin kon ik er bijna niet meer uit, want dat valt zo tegen. Dat is laag, hè? Dat is als je dat van achterin zit, zie, dat was een beetje echt triestig om daaruit te geraken. Mijn jongens toch. Wat is dat jij veel hoort in je praktijk? Dat? Als je er van achterin ziet, dat triestig is. Dat je niet meer uitgaat. Ongelooflijk. Vind ik zo leuk om er... Allee, ik praat graag over de oorlog. Maar dan moet je er straks in rust thuis over. Er komen ook heel veel seksuologen uit Limburg. Hè? Kaat Bollen is ook van Limburg. Kaat Bollen, ja, klopt. En hoe komt dat er zoveel seksuologen in Limburg zijn? De mensen hebben daar geen internet om dat op te zoeken. Klopt. Wat verwacht je van Jacques Van Assen? Ik ben heel benieuwd. Ja. Je kent hem ook van FC de Kampioenen. Je weet wat hij daar altijd zegt. Tuurlijk, ja. Zal het gaan, ja? Nee. Filip lijkt niet echt het type... Ik ben een doodzelver. Serieus, meen je? Als vrienden of familie bellen, ik zeg altijd, doe het zelf. Zijn er nog mensen die rare vragen hebben gesteld? De afgelopen dagen niet. Nee. Nee. Wat is het grappigste dat je ooit gehoord hebt? Of, Oei, het grappigste? Stel het toch straks dat er zo een rare was, die altijd als hem klaar kwam, het is gebeurd, riep. Ik net niet. Ah, ik ook. Nee, dat is toch niet waar? We zijn toch geboren in 1981? Ja. Wauw, ik ben een millennial. Ja, ik ben een millennial. Ja. Een max. Ja. Nee, dat wist ik ook niet. Maar dan ga ik wel minder werken.